Hallo, welkom terug. In mijn vorige video heb ik jullie laten zien hoe je een aandeel kunt kopen. Ik heb hier de nodige reacties op gekregen in mijn inbox. Blijkbaar vinden mensen een aantal dingen toch nog lastig en durven ze dit niet openlijk te vragen. Voor ervaren beleggers zijn bepaalde dingen gewoon vanzelfsprekend. Maar ik kan me voorstellen dat dit voor beginnende beleggers niet helemaal duidelijk is. Ik heb daarom besloten om een extra video te maken om het beleggen allemaal iets simpeler uit te leggen. Deze video bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal ik iets meer achtergrondinformatie geven over beleggen in ETF's. En het tweede deel kijk je over mijn schouders mee naar mijn Giro-account, waar ik nog meer tekst en uitleg zal geven wat beleggen wat begrijpelijker moet maken. Dus blijf kijken. Mijn naam is Monique Mendes en welkom bij de Money Lounge. De fysieke aandelenhandel, dat wat je kent van films, waar je van die schreeuwende handelaren op de beursvloer ziet, dat bestaat niet meer. Althans, niet in Nederland. Tegenwoordig is beleggen iets digitaals geworden. Dus van achter je computer kun je aandelen kopen op de beurs. Met de beurs wordt de effectenbeurs bedoeld. De beurs is een plek of organisatie waar effecten worden gekocht en verkocht. Effecten zijn aandelen, opties, obligaties, etc. en allerlei andere financiële effecten. De effectenbeurs lijkt iets heel ingewikkelds, maar het is te vergelijken met de normale markt. Het is gewoon een plek waar vraag en aanbod van allerlei financiële effecten samenkomen. In Nederland is beursmaatschappij Euronext de organisatie van de effectenbeurs. Euronext exploiteert verschillende indexen. In Nederland exploiteren ze de AEX-index, AMX-index en de ASCX-index. Je hebt vast wel één van deze termen voorbij zien komen in het nieuws. Maar wat is AEX? Wat is AMX? Wat is een ASCX? Wat is een index? Relax, relax, relax. Ik ga het jullie allemaal uitleggen. Laten we beginnen met de AEX. De AEX staat voor Amsterdam Exchange Index. De AEX is een index. Maar wat is een index? Een index kun je vergelijken met de multi-chipzak. Je kent wel die grote zakken chips waar kleinere zakjes chips in zitten van verschillende smaken. Die grote zak is dus de index. De kleinere zakjes chips zijn de bedrijven en de chippies zelf zijn de aandelen. De index, oftewel die grote multizak, heeft een bepaald gewicht. Het gewicht van die grote multizak wordt natuurlijk bepaald door het gewicht van de kleinere chipzakjes. En dat wordt weer bepaald door het gewicht van de chippies. In die grote multizak zitten niet van alle smaken evenveel zakjes. Meestal zitten meer van naturel en paprika smaken in dan van de andere smaken. Naturel en paprika vormen in de index de twee grootste bedrijven met de meeste aandelen in de index. Als de koers van hun aandelen zakken, wat is een koers? Koers is de prijs die je betaalt voor een aandeel. Dus als de koers van naturel en paprika aandelen zakken, dan zul je wel begrijpen dat dit een grote invloed heeft op het gewicht van de index. En dit geldt dus ook als de koers van de aandelen stijgen. Uit het gewogen gemiddelde van de koersen wordt de stand van de AEX berekend. De AEX-index geeft dus met zijn gewicht, oftewel een getal aan, hoe goed de 25 grootste Nederlandse bedrijven het doen. De AEX is dus een index die gevuld is met de 25 grootste en meest verhandelde Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. De AEX is de grootste index op de Euronext Amsterdam, de AMX de middelste. En de ASCX de kleinste. Daarnaast hebben nog vele andere bedrijven aandelen op de Euronext Amsterdam, die geen onderdeel zijn van een van deze drie indexen.
een index, dus AEX of bijvoorbeeld de Dow Jones of de DAX, is dus een gewogen gemiddelde van aandelen van verschillende bedrijven uit een bepaalde land of sector. Oftewel een verzameling effecten die zo is samengesteld dat ze een bepaalde gedeelte van de markt representeert. Je hebt wereldwijd verschillende indexen. Zo heb je indexen die gevuld zijn met bedrijven uit een bepaalde sector. Bijvoorbeeld vastgoed, technologie, gezondheidszorg en noem maar op. Het zijn er heel veel. Dus als jij wilt beleggen, kun je een aandeel kopen van een bedrijf. Of van één van die 25 bedrijven die in de AEX zitten. Beleggen is trouwens dat je je geld in een bedrijf of eigenlijk in een aandeel van een bedrijf stopt met de verwachting dat de waarde van die aandeel gaat stijgen en dat jij dan profiteert van die stijging. Dit noemen ze ook wel koerswinst. Maar zoals ik in voorgaande video's heb gezegd, beleg je je geld in zo'n geval in één of in meerdere losse bedrijven. En dan ben je erg afhankelijk van dit soort bedrijven. Het is dan wel verstandig om die bedrijven goed te volgen, het financiële nieuws bij te houden, jaarverslagen, kwartaalcijfers bij te houden. Want bedrijven worden beïnvloed door verschillende factoren. Sommige beleggers doen een technische en of een fundamentele analyse voordat ze een aandeel kopen van een bedrijf. Ze verdiepen zich echt in dat bedrijf. Bovendien moet je je bewust zijn dat andere bedrijven ook invloed hebben op elkaar, maar ook rampen of bepaalde gebeurtenissen hebben ook invloed op een bedrijf. Kijk maar naar wat het invloed is van het coronavirus op de economie, laat staan op een bedrijf. Dus koop nooit zomaar een aandeel. Dit is trouwens een van de redenen dat mensen denken dat beleggen niks voor hun is. De financiële informatie die je van een bedrijf wilt weten voordat je een aandeel gaat kopen, kan best wel moeilijk te begrijpen zijn. En bovendien, je hebt er een dagtaak aan. En als jij financieel niet onderlegd bent, dan denk je al gauw van dat beleggen niks voor jou is. Als het verdiepen in bedrijven niks voor jou is, dan betekent dit nog niet dat jij niet kunt beleggen. Jij kunt zonder specifieke bedrijfskennis prima je geld beleggen. Je kan dit bijvoorbeeld laten doen. Daar betaal je dan wel geld voor, want degene die het voor je gaat doen, wilt er ook voor betaald krijgen. Dit noem je trouwens passief beleggen. Dit kun je bijvoorbeeld bij je bank doen, maar je kunt ook actief beleggen. Oftewel dat je zelf gaat beleggen. Dat is niet zo moeilijk als je denkt. Het is namelijk mogelijk om zelf te beleggen op bijvoorbeeld een gehele index in plaats van op een enkele bedrijf. Je kunt namelijk ETF's kopen. In dat geval koop je dus niet één specifiek aandeel van één bedrijf, maar speculeer je op schommelingen van een gehele index. Je belegt met een ETF dus gespreid en je verkleint je risico. Een ETF volgt dus niet één bedrijf op de index, maar de gehele index. Het is met een ETF dus heel eenvoudig om te beleggen in de hele AEX, oftewel de 25 grootste bedrijven van Nederland. ETF's zijn trouwens verkrijgbaar voor meerdere indexen, dus ook buitenlandse indexen of wereldwijde indexen of indexen die in de technologie zitten of die alleen maar in de gezondheidszorg zitten. Kortom, het zijn er heel veel. Beleggen in ETF's is wat mij betreft een relatief veilige en simpele manier van beleggen. Je hebt er echt niet heel veel kennis van nodig. Waarom ETF's nou zo populair zijn? Dat komt omdat het een goedkoper alternatief is voor een beleggingsfonds. Nou zal je je vast wel afvragen, Monique, wat is een beleggingsfonds? Beleggingsfonds is een mandje met aandelen van allerlei verschillende bedrijven. Je kunt dus verschillende mandjes maken. Je hebt mandjes met bedrijven die alleen maar in de gezondheidswetenschap zitten. Of mandjes met bedrijven die alleen maar in de technologie sector zitten. En noem maar op. Beleggingsfondsen worden trouwens actief beheerd door een fondsbeheerder. De fondsbeheerder wil beter presteren dan de index. Een meerderheid van de beleggingsfondsen lukt dit niet. En je moet je bedenken dat hier professionele mensen achter zitten die soort van hoge wiskunde hiervoor hebben gestudeerd. Je hebt met een ETF dus niet alleen lagere beheerkosten,
Maar je hebt statistisch gezien ook nog eens een grotere kans dat jouw rendement hoger uitvalt dan bij een beleggingsfonds in dezelfde index. ETF's zijn dus vooral populair vanwege de lage beheerskosten. Met name de lage beheerskosten maken het grote verschil tussen een ETF en een beleggingsfonds. De VWRL bijvoorbeeld heeft maar 0,22% aan beheerkosten. Sommige beleggingsfondsen hebben 1,5% aan beheerkosten. Nou, met een ETF bespaar je dus jaarlijks meer dan 1% aan beheerkosten. Daarnaast is er uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat de resultaten van ETF's aanzienlijk beter zijn dan de resultaten van beleggingsfondsen. ETF's zijn dus goed om mee te starten als beginnende belegger. Je kan met ETF's op een laagdrempelige manier aan jouw vermogensgroei werken. ETF's zijn transparant, kennen lage beheerkosten en een goede spreiding en zijn veilig. En je hoeft er geen voorkennis voor te hebben van al die verschillende bedrijven die erin zitten. Trouwens, dat zou je volgens mij ook niet kunnen bijhouden. Met een ETF leef je dus als het ware mee op een index. Als de index het goed doet, dan doet jouw ETF dat ook en andersom. Maar goed, dat is het wat betreft de achtergrondinformatie over beleggen, aandelen en ETF's en indexen, koersen, noem maar op. Laten we nu even een duik nemen in mijn beleggingsaccount, zodat ik jullie wat meer basiskennis kan delen over beleggen. Hallo, daar ben ik weer. Nou, ik zit achter mijn laptop en jullie gaan vandaag dus weer even over mijn schouders meekijken op mijn Giro-account, waar ik jullie de nodige tekst en uitleg ga geven om het beleggen allemaal dus een beetje duidelijker voor jullie te maken. Ik ben al ingelogd op de Giro, zoals je ziet. Ik heb net zoals de vorige keer mijn portefeuille geblurred, zodat dat privé blijft. Maar er is nog een hoop wat ik jullie wil uitleggen. Wat je als eerste moet weten is dat de beurs, net zoals de normale markt, openingstijden heeft. Op de website van de Giro kan je dat zien. Ik zal even de Amsterdamse beurs erbij pakken. Euronext Amsterdam. Dan zie je dat de Euronext Amsterdam voor obligaties en voor aandelen gelukkig dezelfde openings- en sluitingstijden hanteert. De beurs in Amsterdam gaat om 9 uur 's ochtends open en ze gaan om 17:40 dicht. Dat betekent dat je binnen deze tijden gewoon aandelen kunt kopen. Als je dat tegen de market order koopt, ik zal straks uitleggen wat dat is, dan krijg je dat gelijk in je portefeuille. Maar als jij buiten deze tijden een aandeel koopt, en dat heb je dus kunnen zien in mijn vorige video, dan krijg je dat niet direct in je portefeuille, want de markt is dicht. Dus eigenlijk doe je een bestelling wat later wordt uitgevoerd. Zo moet je het eigenlijk zien. Er zijn natuurlijk ook andere markten waar je aandelen kunt kopen. Hier heb je dus dat hele lijst. Hier hadden we dus die Euronext Amsterdam, maar je kan bijvoorbeeld ook op de Belgische markt kopen. Dan zie je hun openingstijden. Warschau, New York. Dus hier kan je allerlei openingstijden vinden van alle markten over de hele wereld. Oké, laten we nu teruggaan naar de Giro-account. Als je op de Giro-account bent, dan is dat waarschijnlijk omdat je aandelen of ETF's of obligaties of wat dan ook wilt kopen. Of je gaat wat verkopen. Maar ik beperk me nu even tot het kopen. Je kan op twee manieren aandelen zoeken of ETF's zoeken. Als je de naam weet van het aandeel, dan tik je dat gewoon hier in het zoekbalkje en dan komt het tevoorschijn. Maar wat ik ook heel leuk vind aan de Giro is dat je bijvoorbeeld kan zoeken op trackers. Dat zie je dan hier, ETF's. En je kan dan kiezen welke soorten. En dan kan je bijvoorbeeld de trackers filteren die gratis gekocht kunnen worden, omdat ze voorkomen in de kernselectie van de Giro. Dan heb je met één muisklik een overzicht van alle ETF's die jij gratis kan kopen. En met gratis bedoel ik niet dat je ze gewoon voor 0,0 euro kan kopen. Ik bedoel gratis omdat er geen transactiekosten aan verbonden zitten. Als jij dat één keer per maand koopt. Hier zie je dus een overzicht van alle ETF's die er zijn die je gratis kan kopen.
Maar je kan ook gewoon normale aandelen zoeken hoor. Bijvoorbeeld de ABN, Ahold, Akzo Nobel en noem maar op. Laten we even kijken naar een losse aandeel die ik de vorige keer ook even kort heb besproken. Ik vind dat gewoon een leuke. Nou, dat is de Louis Vuitton Moët en de Hennessy aandeel. Trouwens, als je dat intikt, ik weet nou toevallig hoe dat aandeel heet, zul je zien dat je er een aantal van krijgt. Hierboven zie je aandelen. Dit is de eerste, dit is de tweede, dit is de derde. En wat je hieronder ziet zijn hefboomproducten. Daar ga ik het nu even niet over hebben, want dat brengt wat meer risico's met zich mee. De aandelen zijn trouwens allemaal hetzelfde. En dat zie je hier aan de ISIN-code. Deze code hier is voor alle drie hetzelfde. Dus je weet, het aandeel is hetzelfde. Het verschil zit hem op welke beurs je dit aandeel kan kopen. De eerste aandeel hier, deze kun je kopen op de beurs van Parijs, Euronext Paris. De tweede is op de Xetra. Xetra is de Duitse beurs. En de derde, MIL, is de Italiaanse. Borsa Italia is dat volgens mij. En je kunt ze alle drie kopen tegen de europrijs. Maar hoe weet je nou op welke beurs jij het beste dit aandeel kan kopen? Laten we eens even kijken op Euronext Parijs. Dat zie je hier zo. Dit aandeel staat daar te koop voor 428 euro. Op de Xetra, op de Duitse beurs, is die te koop voor 427,50 euro. En op de Borsa Italiana is die te koop voor 400,26 euro. Je zal dan denken van, nou, dan koop ik het toch op de beurs waar die het goedkoopst is. Ja, dat kan. Maar er zijn een aantal dingen waar je op moet letten. Waar ik altijd op let, is volume. Hier zo. Volume, dat geeft aan hoeveel aandelen er op deze beurs wordt verhandeld. In dit geval is dat, laten we zeggen, gewoon 400.000. Op de beurs van Xetra zie ik hier even niks staan. En dat komt omdat nu de beurs is gesloten. Dus ik kan niet alles zien. Hoe hoger het volume, hoe beter dat voor mij is. Want ik hou er ook rekening mee dat ik misschien dit aandeel ooit wil verkopen. En dan is het wel fijn te weten dat er genoeg mensen zijn aan wie ik het kan verkopen. Want als jij je aandeel koopt op een beurs, ik zeg maar wat, er zijn maar 100 aandelen daarvan, dan is de kans heel klein dat je dat aandeel ook gaat kunnen verkopen. Op een beurs waar er meer wordt gehandeld, dus waar er meer volume is, vind ik de kansen beter dat je het ooit kan verkopen. Dus hou daar rekening mee. Dus let niet alleen maar op de prijs van het aandeel, maar let ook op het volume. En daarnaast is het ook belangrijk te weten dat je beurskosten betaalt. Stel jij hebt 10 aandelen op Euronext Parijs, dan betaal je daar beurskosten voor. Volgens mij is het 2 euro of 2,50 euro per jaar. Ik weet het even niet meer zo zeker. Maar jij wilt daar dus een Louis Vuitton aandeel bij kopen. Dan is het wel verstandig dat je dat op dezelfde beurs doet als van je andere aandelen. Want als jij deze dus gaat kopen op Xetra, dan ga je daar weer beurskosten voor betalen. En als jij dan je derde Louis Vuitton aandeel gaat kopen en je let niet goed op en je koopt het op de Borsa Italiana, dan betaal je daar ook weer beurskosten van. En daarnaast is het ook belangrijk dat je let op de valuta. Stel dat deze aandelen in verschillende valuta's te koop zijn, dan moet je ook rekening houden met de wisselkoers. Maar goed, laten we even terug gaan kijken naar Louis Vuitton aandeel. Trouwens, wanneer je een aandeel wilt kopen van een specifiek bedrijf of bijvoorbeeld een ETF, dan kun je het beste gaan naar de website van het bedrijf zelf. In het geval van de VWRL kan je dus naar de website gaan van Vanguard. Maar in het geval van een aandeel ga je dus naar de website van het bedrijf zelf. Hier vind je vaak genoeg informatie over het bedrijf, zoals jaarverslagen, kwartaalrapporten. Maar wat je ook kunt doen, is naar de website van bijvoorbeeld Yahoo Finance gaan. Daar kan je ook heel veel informatie vinden
wat handig is voor jou als belegger. Je kan ook naar een andere website gaan, dat is Finbox. En ook Just ETFs, dat zijn gewoon websites waar je wat meer informatie kan vinden over een bedrijf of over een ETF. Ik zal de link van die websites onder deze video zetten. Trouwens, sommige mensen gebruiken de grafieken om te bepalen of ze een aandeel willen kopen of niet. Ik zou dat zelf niet doen. Daarvoor zou ik eerder op de website van het bedrijf gaan kijken of op het internet of Yahoo Finance of weet ik veel wat. Maar om je even uit te leggen hoe mensen dit grafiek wel eens kunnen gebruiken. Als je gaat kijken naar de 5 jaar, hoe de Louis Vuitton Moët Hennessy aandeel het de afgelopen 5 jaar heeft gedaan, dan zie je dat die behoorlijk is gestegen naar een hoogtepunt van €439,05. En hier zie je die daling, dat is de coronacrisis geweest. Nou, er zijn mensen die echt alleen maar afgaan op dit grafiek. Die denken van, oh, hij is lekker aan het stijgen. Hij is de afgelopen wat 3 jaar is die gestegen. Dan kijken ze alleen maar hiernaar en dan gaan ze een aandeel kopen. Maar zoals ik al eerder zei, er zijn heel veel factoren die invloed hebben op een bedrijf. En dat zie je niet in zo'n grafiek. Bijvoorbeeld, Louis Vuitton, Moët Hennessy zou Tiffany & Co. overnemen. Die deal gaat niet door. Dat heeft ook invloed op zo'n bedrijf. Dat heeft invloed op investeerders. Maar dat zie je allemaal niet terug in dit grafiek. Dus vandaar mijn advies. Als jij besluit losse aandelen van bedrijven te kopen, verdiep je dan in zo'n bedrijf. Ga niet alleen maar dit grafiek aflezen. Want dit grafiek geeft alleen maar de schommelingen van de koersen weer en niet wat speelt binnen een bedrijf. Jullie weten zelf ook wel dat als een schandaal aan het licht komt, dat dat enorm veel impact kan hebben op zo'n bedrijf. En dat zie je dan bijvoorbeeld niet terug. Dat zie je niet in het grafiek. Als dat iets is wat gisteren is gebeurd en jij komt er vandaag pas achter, dan ben je al te laat. Ben je al te laat, want dan is die aandeel al gezakt in de prijzen. Nog even een kleinigheidje voor de mensen hoor. Niet dat ik jullie wil aanmoedigen om dit aandeel te kopen. Maar ik vind dit gewoon, het is een aandeel die ik heb. Ik vind hem leuk. Maar ik vind hem ook leuk om als voorbeeld te gebruiken. Tijdens de coronaperiode zeiden heel veel mensen, ik ga nou niet beleggen. Het gaat toch slecht met de economie. Je moet nu juist niet beleggen, zeiden ze. Nou, laat me jullie even een klein voorbeeldje geven. Tijdens de coronacrisis in maart had je juist moeten beleggen. Want je had bijvoorbeeld dit aandeel van Louis Vuitton, Moët Hennessy op het diepste punt voor een prijs kunnen kopen van €287,95. Hij was ooit op zijn hoogtepunt voor €439,05. Nou, na die coronacrisis, laten we even kijken naar de laatste 6 maanden, zie je dat die enorm is gestegen. Dus je had hem echt je had hem echt heel goedkoop kunnen kopen en je had er echt winst op gemaakt. En nu staat hij zelfs op €428. En je had hem voor €287 kunnen kopen. Je had behoorlijk veel winst kunnen maken. Dus laat je niet ontmoedigen door een coronacrisis of wat voor crisis dan ook. Want dan zijn de aandelen in de aanbieding. En ja, je weet niet of het nog verder gaat dalen, maar je weet één ding. De markt zal zich altijd weer herstellen. Het gaat altijd uiteindelijk wel goed komen. Tenzij een bedrijf het zo slecht doet dat ze helemaal failliet gaan. Dat kan trouwens ook gebeuren. Hou daar rekening mee. Vandaar dat ik je adviseer, leg je geld niet allemaal in één bedrijf, maar spreid het. Als jij van de losse aandelen bent, oké, maar koop dan van zoveel mogelijk verschillende bedrijven uit verschillende sectoren. Creëer spreiding en koop niet alles in één keer. En koop niet met al je geld aandeel op één tijdstip. Koop het verspreid. Stel je voor je had de aandeel gekocht wanneer Louis Vuitton op zijn hoogtepunt was. €439. Nou, dan had je behoorlijk verlies gemaakt. Maar als jij dus gespreid koopt, dus elke maand of om de 2 maanden of om de 3 maanden, dan is de kans groter dat jij ook een aandeel had gekocht wanneer die op zijn goedkoopst was. En had je behoorlijk winst gemaakt wat jouw verlies zou kunnen compenseren.
Dus zo moet je voor spreiding zorgen. Wanneer de markt open is, dan zal je hier ook wat bedragen zien staan. Dat is de biedprijs en de laadprijs. Dat is ook wel interessant om te weten. Biedprijs, het spreekt een beetje voor zich, is de prijs die iemand biedt voor een aandeel. Dus het geldbedrag die hij ervoor over heeft om dat aandeel te kopen. En de laadprijs is de prijs waarvoor iemand het aandeel zou willen verkopen. De prijs waarvoor iemand een aandeel zou willen laten, zeg maar. Zo kan je het ook een beetje makkelijk onthouden. Nou, de vorige keer heb ik dus al een beetje uitleg gegeven over market order en limit order. Dat is voor het geval je een aandeel gaat kopen. Laten we dat nu weer eens eventjes gaan doen. Ik ga nou niet echt dit aandeel kopen, maar ik ga wel even demonstreren wat je zou zien als je het wel zou willen kopen. Limit order, daarmee geef je op tegen welke prijs jij dit aandeel wil kopen. Nou, hij staat nu te koop voor 428 euro. Ik verwacht dat hij gaat dalen, maar ik heb er gewoon 426 euro voor over. Dan tik ik hier 426 euro in. En hoeveel wil ik ervan kopen? 2. En dat gaat mij dus 852 euro kosten. Hij staat hier op dagorder, want je kan ook kiezen doorlopend. Maar als die op dagorder staat, dan betekent dat dat hij vandaag gaat kijken of de prijs van dit aandeel gaat dalen naar 426 euro. Als dat aan het eind van de dag niet het geval is en de markt is gesloten, dan verdwijnt jouw order gewoon. Maar als jij kiest op doorlopend, dan blijft hij gewoon deze aandeel volgen totdat het gedaald is naar 426 euro en dan koopt hij het voor jou. Als jij kiest market order, dan koopt hij het gewoon tegen de prijs waarvoor die op dit moment te koop staat. Maar nu is de beurs gesloten. Mijn advies zou zijn, koop gewoon een aandeel wanneer de beurs open is. Dan krijg je het gelijk in je portefeuille. Want als ik nu een order neerzet, hij staat nu voor 428 euro. Maar ik weet niet hoeveel die morgenochtend zal staan wanneer de beurs weer open gaat. Waar je ook rekening mee moet houden, is dat je transactiekosten hebt. Behalve wanneer je een ETF koopt wat in de kernselectie voorkomt. Dan hoef je geen transactiekosten te betalen. Maar over het algemeen kost het kopen van een aandeel, dus een aandeel van een losse bedrijf, volgens mij 2 euro bij de Giro. Maar dat hangt ook af op welke beurs je het koopt. Laten we even kijken, want op de website van de Giro zijn dit soort bedragen gewoon bekend. Als je een aandeel koopt op de Nederlandse of Belgische markt, dan kost dat 2 euro plus 0,03 cent. Nou, op de Duitse markt is dat 4 euro en de Amerikaanse markt inderdaad, het was 50 cent plus 0,004 per aandeel. Dus dat zijn de kosten waar je ook rekening mee moet houden. Hoe je dit moet aflezen is zo. Het maakt niet uit hoeveel jij koopt. Je betaalt altijd dit eerste bedrag, 2 euro. En elk aandeel die je daarop volgend koopt, betaal je 0,03%. Wat ook heel verstandig is om te doen, is als jij een aandeel koopt en je weet dat je er in de toekomst meer van wilt gaan kopen, dat je dat dus aanmerkt als favoriet. Want dan hoef je het niet telkens te gaan opzoeken. En je weet altijd dat je de juiste hebt. Je loopt niet het risico dat je een keer een aandeel koopt op een andere markt, op een andere beurs bedoel ik. Nou, laten we verder kijken naar de Giro-account. Hier linksboven heb je de markt. Dat is eigenlijk gewoon de homepage. Hier vind je ontzettend veel informatie over allerlei indexen. Hier zie je de winnaars en de verliezers van die dag. Stocks to watch, dat zijn bijvoorbeeld aanbevolen aandelen. En het nieuws hieronder. Je hebt hier de tweede tabblad is favorieten. Elk aandeel die jij als favoriet hebt aangemerkt, komt in die lijst te staan. En dit is je portefeuille. Dat zie je eigenlijk ook hierboven, hoeveel geld je hebt belegd. En je ziet ook een overzicht van je aandelen, je ETF's, je obligaties en noem maar op. Hieronder, onder overzicht, zie je orders, transacties, rekeningoverzicht, rapportages en waardedaling portefeuille. Ik ga jullie daar even een uitleg over geven.
In het tabblad orders vind je al je orders. Al de orders die je hebt gedaan, die zijn uitgevoerd of die nog openstaan, maar ook de afgekeurde of de verwijderde orders. Het tabblad transacties, nou, dat spreekt voor zich. Dan krijg je een overzicht van alle transacties die je hebt gedaan, de waardes die erbij horen, tegen hoeveel je het hebt gekocht. En hier zie je ook zeg maar de transactieskosten die je hebt gemaakt. Bij rekeningoverzicht, dat is eigenlijk gewoon een overzicht van heel je rekening. Dus ook je bijboekingen die je op je beleggingsrekening hebt gedaan, wat je ervan af hebt geboekt, alle transacties die je hebt gedaan, alle kosten die je hebt gemaakt, maar ook je dividenduitbetalingen zie je daar staan. De rapportages, dit is wel een hele belangrijke, want hierin krijg je een overzicht van de waarde van je beleggingsrekening. Hier zitten zeg maar van die jaaropgaves. Je kan zien hoeveel geld je op je beleggingsrekening had op 1 januari en op 31 december. Dit soort dingen zijn wel belangrijk, want je kan ze nodig hebben bij het doen van je belastingaangifte. En het laatste, waardedaling portefeuille. Ik heb hierin nu even niks staan, maar ik had, wel een waardedaling van een aandeel, Galapagos om precies te zijn. Als jouw aandeel volgens mij meer dan 10% daalt, dan krijg je een melding dat die aandeel dus behoorlijk in waarde is gedaald. En dat had ik dus van Galapagos. Ik ga even kijken of ik er wat van kan terugvinden. Zo, ik heb even die van Galapagos erbij gehaald. Dat was echt een pijnlijke. Zoals je hier ziet, heb ik een waardedaling gehad. Van 40% in Galapagos. Nou, dan krijg je in deze tabblad kan je dat soort dingen dus zien. Shame. Deze was echt pijnlijk. Maar ik blijf vertrouwen hebben in Galapagos. Ja. Yeah. Galapagos, wat kan ik erover zeggen? Nou ja, ik zal jullie de details besparen. Maar er zijn dus een aantal bedrijven waar ik losse aandelen in heb. Dat is omdat, ja, ik heb veel affiniteit met dit soort bedrijven en ja, het kost me niet heel veel moeite om erin te duiken. Dus ja, dan koop ik aandelen van dit soort bedrijven. Maar over het algemeen stop ik het meeste van mijn geld in ETF's. Nou, dan zijn we aangekomen bij de laatste tabblad. Dit is eigenlijk ook een soort van een zoekfunctie. Dat zie je hier ook aan het icoontje. Je kan aandelen zoeken in Nederland en dan kan je het op de index AEX-index zoeken, AMX of de ASCX van Europa, kan je van België zien, Denemarken. Zo kan je ook een beetje leren welke index bij welke land hoort. Net hadden we de DAX, had ik ook even benoemd. Je hebt Frankrijk, je hebt echt zoveel. Je hebt ook Amerika, Canada, US, de Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Daar heb ik trouwens ook een ETF van. En even kijken. Ja, je hebt ook andere financiële producten en ETF's. Dit laat ik jullie trouwens allemaal zien op de laptop. Maar er is ook een app van de Giro. Die gebruik ik zelf ook op mijn telefoon. En die vind ik ook heel fijn om te gebruiken om aandelen te kopen. Dus je hoeft voor de Giro niet altijd achter je laptop te zitten. Dit doe ik echt omdat ik het jullie wil uitleggen op een grotere scherm. Maar dagelijks zit ik gewoon op mijn Giro-app op mijn telefoon te handelen in aandelen. Afijn, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat ik het voor een aantal van jullie wat simpeler en duidelijker heb kunnen uitleggen. Wat beleggen inhoudt, wat aandelen zijn, wat beurzen zijn, koersen, indexen, ETF's. Voor nu laat ik het hierbij. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei doei!